Geniet van het enorme mooie landschap. Dus daar op de klas staan, dames en heren. En dan horen wij wel van... Ivan Kaminga, van harte gefeliciteerd. Is het je meegevallen?
Aan marathon valt op een of andere manier nooit mee. Het spek begint altijd te stinken vanaf 30 tot tussen de 30 en 42 kilometer. Want dan wordt je energiehuishouding wordt gewoon iets anders. Dus nou, het valt in principe nooit mee, maar in dit geval wat het zwaar maakte was toch wel de wind. Zeker vanaf eigenlijk het keerpunt, 20 kilometer. Ja, dan merk je gewoon dat de wind zeker patten speelt. Nou, je ziet het al, je verneemt het al, behoorlijk. En wat ook nog wel meespeelt is dat je, tenminste voor mijn geval, dat ik toch de hele tijd alleen gelopen heb. Dat is toch wel ook een mentaal dingetje natuurlijk, maar dat maakt het extra zwaar. 2:28:14, wat zegt jou dat? Wat moet me nog zeggen? Het zegt mij in ieder geval dat ik 3 weken na de marathon toch wel weer een leuk duurloopje kan doen. Om het zo maar te zeggen. Dus ja, zo zie ik het eigenlijk. Ja, jij bent hier vaker geweest. Jouw hoeveelste zegen is dit al? Nou, vaker. Ik ben hier wel vaker geweest. En dat was eigenlijk vorig jaar voor het eerst. Maar toen is het niet doorgegaan in verband met de weersomstandigheden. Dus ik heb hier nog nooit zelf de marathon gelopen. Dus je debuteert met een overwinning? Ja, nou ja, dat is mooi toch? En je bent de baanzijde. Hij vindt het fantastisch. 2:48:14. Oké, welkom. Wat mij dan zegt. Barry Bransma, Barry jongen. Helemaal geweldig. Barry Bransma. 3:02:39:5:25. Jongen. Bransma kunnen we. Ben je er eentje? Ga nu naar het halen. Morris Katramer. En zo, dames en heren. Gaat hier naar de finish. 2:49:00. We zijn samen met de kijkers. En we zijn zo blij, zo blij. Dat men ons van voren zit en niet opzij. Hoi! Hey. Gefeliciteerd, hè. Helemaal geweldig. Van harte gefeliciteerd. Nee, het zie je hier, een parcoursrecord. Dit zou lang niet. Oh, nou ja, dat zei. Maar het betreft dat het weer helemaal de goede kant is, mijn guy. Ja, het gaat goed met mij. Ja, je hast een aantal jaren oerslijn hier op Schielen, want je hast ook wel zorgen verplichtingen, maar daar ben je weer. Hoe is die bevallen? Ik voel het lekker. Ik kan heel fijn roen, lekker ontspan. En ik heb heerlijk gewoon. Dat zag ik nog. Je had een behoorlijke hap van die oude parcourscar aanhellen, want dat stond op 2:52:54. Dus is nu op 2:49 en een beetje. Dat is een groot verschil. Ja, dat binnen een paar minuten. Hè. Nou, dan val ik nog maar wat raar. Kan het in die visie nog harder? Ja, maar ik hoor hier misschien, ik denk het wel. Ik had wat een vreemde taarreading gewoon. Ik ben heel lang geblesseerd best. En ik ben nog steeds een beetje ziekje wat ik wel in het kind. Dus ik kan heel soort op een fiets dienen en minder dravend. Dus ja, misschien kind wel harder. Ik denk het vast wel. Ja, ik ben vreed correct afgestudeerd en ik ga drokke week achter de recht. Dus het is wat een vreemde voorbereiding. Dus misschien moet je wat meer focus dat het wel harder kind. Maar ja, ik heb geen grote glazen bal. Vast wel. Is het wel de bedoeling om je takken mee weg te komen? IJzer weet. De dienende, ja. Lokmeisje. Ja, wist nog net van mij, ja.